Welkom bij een nieuwe vlog. In deze vlog bezoeken we de Atlas Studios, de grootste filmstudio ter wereld. Au, je mooie poezelige handjes, helemaal vies geworden. We moeten onze handen vuil maken omdat we een harde piep hoorden tijdens het rijden. Tijdens een mooie bergrit werd onze spiegel kapot gereden. En tot overmaat van ramp ging er een lampje branden toen we onze weg vervolgden. Wij zijn vandaag aangekomen in Oerzazaat en nadat we boodschappen hadden gedaan, zijn we naar deze camping gereden. Het is een gemeentecamping. Morgen. Ja, en we schuiven even lekker wat pizza's in de oven. Lekker makkelijk, we waren ook pas om 5:30 uur, dus dan is het wel fijn als je eventjes iets makkelijks doet. En wat een beetje een naadje is, is dat er iets heel hard piepte. Bij het achterwiel. We hebben het eerder gehad bij het voorwiel. En toen zat er een steentje onder een of andere kap. Bij de rem, geloof ik. Ja, daar heb je een schijfrem. En daar zit dan een metalen plaatje voor. Achter, van waar je bekijkt. En daartussen zat een steentje. Ik moet morgen dus even kijken wat daar nou weer aan de hand is. Goedemorgen. Wat gaan we doen? Naar de studio's en naar de Samba. Kasba. Oh ja, Kasba. Dat is weer een ander soort markt, maar wel leuk. Maar we gaan eerst naar de Atlas Studio's, dus we gaan eventjes buiten de camping een taxi aanhouden. Ik ben heel benieuwd, volgens mij is het best tof. Ik heb foto's gezien bij andere mensen op Polar Steps en het ziet er wel echt tof uit. We gaan jullie weer meenemen. Nou, aan je hand uitsteken, Kai. Goed zo. Er zit iemand in. Er zit al iemand, maar er komt er nog eentje. Er zit ook iemand in. We zijn net aangekomen bij de ingang van het park. Het ziet er aan de buitenkant al super vet uit. Een beetje Egyptisch aan. En we gaan naar binnen. Nou, we krijgen hier dus een guided tour. Aan de ene kant is dat wel relaxed, want dan hoor je weer van alles. Aan de andere kant kunnen we niet relaxed vloggen en foto's maken en al dat soort dingen. Dus dat is weer een beetje jammer. Dus een beetje, moet het er maar mee doen, hè? De Atlas Studios werden in 1983 gebouwd en is de grootste filmstudio ter wereld. Het landschap, het goede weer en de lage productiekosten zijn de voornaamste redenen waarom producenten hier komen om hun films en series op te nemen. Onder andere Prison Break, Gladiator, Alexander the Great, Kingdom of Heaven, Asterix en Obelix, Babel en Aladdin zijn hier opgenomen. Dit is de set van Prison Break. Wat is het? Is wel tof. Het is echt heel klein. We maken het dus heel groot op de computer, want dit is het enige wat er is. Hier is dan de buitenkant. Kijk in de cel hier. Nu lopen we Egypte in. Ik ben benieuwd.
En hierachter zie je de set van een nieuwe Gladiator film. In een van onze volgende vlogs zijn we in Ait Ben Haddou, waar ook een deel van die film zal worden opgenomen. Dit is jouw paleis. Dit is jouw paleis, hè, zegt hij. En zo beland je ineens in een compleet andere wereld. Vonden we ervan? Ja, wel grappig om te zien. Het is eigenlijk, stelt het niks voor. Het is allemaal ja. Heel klein. Wat het, de guide tour of de tour guide al zei. Everything is fake. Ja. Dat is ook echt. Ik heb ook de achterkant gewoon hout. Hout. Stelt niks voor allemaal. Houten latjes met een soort van stro er tegen aangeplakt. Ja. Ja. Wel bijzonder om te zien, wel leuk. Het is echt heel klein. De gebouwen en zo waarin wordt gefilmd. Maar ja. Op de films maken ze het heel groot. Op de computer maken ze het groter, hè? Ja. Ja, en ook bij een boot maken ze op de computer water. Ja. Ja. Ze kennen van alles met die computers. Maar goed, wel een aanrader om naartoe te gaan. Dat is leuk. Ja, was leuk. Kai zit nu dus helemaal naar beneden. Want eigenlijk mogen er maar 3 in deze taxi. Dus die chauffeur zegt, ja, hij moet even laag blijven. Kan allemaal hier. En bij terugkomst op de camping heeft Sam zijn winkel met producten en diensten geopend en Kai maakt er meteen gebruik van. Nou, we gaan zo eens even kijken wat er aan de hand is met het... Met de achterwiel, of er een steentje tussen zit. Daarvoor moeten we helaas de camper omhoog zetten op het levelsysteem. We hebben nog een extra krik hier voor de onder als extra zekering. En we hebben het een keer gehad bij de voorwiel. Toen konden we gewoon erachter en het steentje eraf halen. En deze hebben een extra kap aan de binnenkant. Dus... Het hele wiel moet er vanaf. We gaan even kijken of we dat zelf kunnen. Fingers crossed. Oh, je mooie poezelige handjes zijn helemaal vies geworden. En dan hebben we alleen nog maar de tie-ups eraf. Het is ook wel lullig. Dit zijn de enige 2 wieldoppen die we nog hebben. Die moeten er allebei vanaf. Dit is een hele vriendelijke Franse meneer die ons wil helpen. Maar ik weet niet of ze er helemaal achter komen wat er precies aan de hand is. We communiceren via Google Translate. Op zich werkt dat prima. Maar het is wel echt heel tof dat hij even wil helpen.
Nou, we hebben het heuvel nog niet kunnen vinden, dus we gaan even een stukje naar voren rijden. Nu doet hij niks. We gaan zo naar achter rijden. Dat was vorige keer ook naar achter rijden. Daar ging mis. Nou doet hij helemaal niks. Nou, Kim zag dus ineens zo'n klein metalen plaatje liggen. Volgens mij is dat om wielen te balanceren. En die is er dus nu vanaf gevallen. Dus misschien dat dat het geluid veroorzaakt of zo. Ik kan me bijna niet voorstellen. Maar er is niks aan de hand. Dat is toch irritant. Dus nu gaat hij hem weer even vastmaken. En dan ja, zo doet hij het weer, denk ik. Maar het is er maar. Nou, dat is wel het enige wat het zou kunnen zijn dan ook, toch? Dat is toch gek. Ja, ook gek. Good morning. Morgen. Nou, we hebben de camping verlaten. En wij zitten al achter het stuur. Ja, Kim zit erachter. Ik zit verlaten naast. Rotonde. Laten we langs. Wat? Ik zit er langs. Daarachter. Zit ik er langs? Daarnaast. Daarachter. Ja, ik zit ernaast. Maar maakt allemaal niet uit. Maar wij gaan op weg naar de Tis en Teca. Dat is een bergpas. Kijk, deze schijnt beter te doen zijn dan de Tis en Test. Dat was voor ons een te moeilijke test. Dus we nemen jullie mee. Het wordt weer een mooie route. Eerst nog anderhalf uur rijden. Dit is echt een smalle weg met allemaal werkzaamheden en het is allemaal een slechte weg. En er reed net dus een busje midden op de weg. En die week niet echt uit ook en die ramde tegen onze spiegel aan. Dus we zijn alle vier behoorlijk van geschrokken, want het is echt een keiharde klap. En nu is dus ook de spiegel aan de buitenkant stuk. Gelukkig is het glas nog wel heel knipperlicht doet het. Alleen het plastic is stuk, zullen we het even laten zien. Nou, volgende duct tape erop. Ja, man, dat doet het wel. Nee, die reed gewoon door op de golf. We zijn nu, ik weet niet of het hoogste punt is, maar we zijn even gestopt. Het is hier 15 graden. We zitten op 2200 meter hoogte. Oké. Het staat echt een koud windje. Het is even lekker. Het is lang geleden. 15 graden. We komen uit een graad of 27, 28. Toen we weggingen was voor mij 25 of zo vanochtend. Ja, dus het scheelt 10 graden. Maar dit hebben we echt al heel lang niet meer gehad, deze temperaturen. Maar kijk even naar het uitzicht. Ik ga het laten zien. We zijn dus vlak voor. Het is hier in Tika gestopt. Want wij zag daar net een bord staan. Waarop staat dat hij daar begint. Maar we gaan hier eerst even lunchen. Ik heb lekker alles opengezet. Het is 30,5 graad was het hier binnen. Het is ondertussen al 29,5. Dus kunnen we even lekker afkoelen. Wij gaan even lunchen en daarna gaan we verder. Zo, we hebben lekker geluncht. Kijk nou, we zitten lekker er weer als Noorwegen bij. Best. Hier is een lange broek en ik heb sokken en mijn sloffen aan. Het is echt koud hier. Tenminste, het is 15 graden hier buiten, maar die wind is ook wel heel guur. Die maakt het heel koud. Maar het is ook opeens heel bewolkt geworden. Hebben jullie We hebben een hele mooie timelapse van gemaakt. Maar we gaan hem nu echt rijden. We gaan beginnen. Ben benieuwd. Zin in. Leuk. Verkopers.
misschien net een lampje branden. Waarschijnlijk, we denken dat, dat het het oliepeil is, dat dat bijgevuld moet worden. Dus dat is Rijn nu heel even aan het doen. We hebben het 1 keer eerder gehad. Toen was het motorolie. Laten we hopen dat het deze keer weer zo is. We gaan het zien. Ik kan ook de telefoon niet stilhouden. Dat dit het is. Nou, we hebben de olie bijgevuld net. Oh, koud. Kan je vertellen, hier word je toch een partij ongelukkig van. Koop je een nieuwe camper en er gebeurt gewoon steeds van alles en nog wat. What the fuck? Dit is mijn niet happy face. Nu komt het moment van de waarheid. Gaan we weer starten? Ja. En nu gaan we kijken of het heeft geholpen. Mijn bril beslaat zelfs. Zo ja, koud is het hier. Het ook wolkjes blazen buiten. Het is echt gewoon, ik denk een graad of 4. Echt super koud. Sta ik buiten op mijn slipper. Nou, daar gaan we hoor. Yo. Ik heb dus net wel de Fiat nog even gebeld. En die zei, zolang het lampje niet rood is, kun je wel blijven rijden. En we hebben nu alleen een oranje lampje. Dus ja, we kunnen hier ook niet echt blijven staan. Dus we rijden maar wel verder. En dan hopen we dat de rode lampjes uitblijven. En meer kunnen we niet doen, denk ik. We besluiten om te keren omdat we geen risico willen lopen om de motor verdere schade aan te richten. Volgende week zie je hoe alles afloopt. Vond je het een leuke vlog? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te geven. En we zien je graag volgende week weer.